Standby. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Start valt, geweldige voorsprong naar die rechterbaan voor Everies Wish. Maar het is Southwind Raptor die nu de benen pakt. En dan komt hij met elke stap dichterbij. Elke klap is raak, Martin vuurwerk. Southwind Raptor komt nader en nader op de tapper Everies Wish. Maar tegen Southwind Raptor is geen kruid gewassen. Southwind Raptor heeft de voorsprong met dit afstand. Anderhalf, twee lengte voorsprong. Daarmee gaat Southwind Raptor ter zege in doen. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. En de start is gevallen. De start daar voor Southwind Raptor. Bovendien de galopade in de linkerbaan voor Everies Wish. En dat maakt het allemaal nog wat eenvoudiger voor Southwind Raptor. Die vandaag weer gaat als een winnaar, Mart. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Start gevallen. Geweldige start nu voor die Dashing Dragon in de rechterbaan. Maar in de linkerbaan komt hij er alweer aan. Kativa Biet en die is er naast Martin. Althans bijna. Ja, Kativa Biet is ernaast, is erop en erover. Als de paarden de laatste 100 meter heen gaan, is het initiatief in handen van Kativa Biet en John Dekker. Kativa Biet die gaat ter zege binnen zijn eenvoudige tweede ronde. Is Kativa Biet als laatste toerrijder. Ter ronde. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Startgevallen, geweldige start nu voor die Southwind Raptor. Maar die heeft daar andermaal de galopade en de witte vlag. Obelix West door naar de halve finale. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Startgevallen, geweldige start daar in die rechterbaan voor Casanova. En dan zal hij alle zijden bij moeten zetten, die Kativa Biet. Maar Kativa Biet komt wel wat dichterbij. Het is een mooie strijd, Martin Roep punt halverwege. Ja, Kativa Biet zit er dicht op en Kativa Biet is erop en erover aan het punt halverwege. En Kativa Biet gaat dan afstand nemen. Het is nu een lengte geworden. Kativa Biet wint de eerste rit. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. De start is gevallen en Kativa Biet heeft een enorme voorsprong op Casanova. Casanova probeert het nog wel, maar Kativa Biet is er vandoor. Ja, Kativa Biet die heeft dan toch een aardig tempo erin zitten. En dan kan je Casanova eten, maar om dit nog terug te gaan pakken, dan zou je Pegasus moeten zijn. En zo gaan we de richting weer eens met die voorsprong en die blijft uitgaan door Kativa Biet. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Startgevallen, geweldige start in de rechterbaan van Columbine Lab. Maar hij is nog zeker niet verlost van Jagger Broline. Beide paarden maken vandaag een fantastische indruk. Maar beide paarden, ja, die gaan hier natuurlijk ook heel veel energie verspelen. Ja, dit is een rit die ligt er niet te horen. Naar vonken vliegen van de keien hier op de Keizersberweg. Maar het is voor Columbine Lab. Die gaat naar de voorsprong van de ter zege. En Columbine Lab is daarmee door naar de halve finale. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. En totalisator, dit is start en wat een start van Columbine Lab. Die heeft een enorme voorsprong op Southwind Raptor. Maar ja, Southwind Raptor, we weten het allemaal, is van de buitencategorie. Oh, Southwind Raptor, wat een snelheid legt hij weer aan de dag. Southwind Raptor neemt een lengte voorsprong. Als ze de laatste meters ingaan, is dit voor Lindsay. Southwind Raptor, 1-0. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Startgevallen en daar gaan we weer met in de rechterbaan Southwind Raptor met zijn dagelijkse foutje. Mag je haast zeggen, ook dat gebeurt nu weer even. Dat is natuurlijk wel een doorslag voor Columbine Lab. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Startgevallen, geweldige voorsprong voor Columbine Lab in die rechterbaan. Maar ja, dat was de eerste rit ook het geval. En toen ineens kwam hij in de overdrive. Die Southwind Raptor en mogelijkerwijs, Martin, is dat precies wat er nu weer gaat doen? Ja, absoluut. Southwind Raptor komt nader, nader, nader en nader. Gaat erop, gaat erover. Met nog 30 meter te gaan is het Southwind Raptor. Southwind Raptor, bijgewoond en grote finalist. Southwind Raptor gaat strijden om eerst en tweede prijs. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. De start is gevallen. Een grote voorsprong in de rechterbaan voor die John Dekker met zijn Obelix West. Maar die zou wel eens als sneeuw voor de zon kunnen gaan verdwijnen als Kativa Biet in overdrive komt. Ja hoor, Kativa Biet is er al op en erover. Nog 100 meter te gaan en dat ziet er goed uit voor Wim van der Mespel. Kativa Biet gaat met een lengte voorsprong tegen. Kativa Biet wint de eerste rit. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Startgevallen en dan gaat Kativa Biet in die rechterbaan met een geweldige voorsprong door de eerste meters. Magistraal daar van start af, maar die Obelix West die probeert het, maar dat gaat niet meer lukken, Martin. Nee, Obelix West heeft volgens nog niets te vertellen tegen Kativa Biet. Kativa Biet gaat
met een lengtevoorsprong rustig ter zege. En Wim van den Best volgens een paard niet eens te vragen. Dat doet hij ook niet. Het paard gaat uit zichzelf en wint in twee ritten. Stem maar. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. En dan is de start een feit. Er is de voorsprongder voor Columbine Lab in de rechterbaan. Gaat John Dekker met Openingswest nog even kijken of er wat te halen valt. We zijn op het punt halverwege. Halverwege parcours zijn de paarden langs de Kemphaanstraat. En daar zijn het die twee Kemphaanen. Waarbij Columbine Lab duidelijk toch de overhand heeft. Twee lengte voorsprong voor Columbine Lab. En die wint de tweede rit op derde en vierde prijs. Stem maar. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3. 8. Te vroeg in de rechterbaan Nobelix West. En dat betekent dat Columbine Lab met Rupols hier op weg kan naar plek 3 in het zand. Stem maar. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. De start is gevallen, geweldige start voor beide paarden met de voorsprong in de rechterbaan voor Cativa Beat. Maar ook goed gestart die Southwick Raptor Martin, een geweldige strijd, maar Cativa lijkt voorsprong te hebben. Snelheid, snelheid, snelheid en top. Jammer dat hier geen snelheid meters is, maar er is een galopade daar. Oh, Cativa Beat, dat is even de weg voor Lindsay om 1-0 te tekenen hier in de strijd om eerste en tweede prijs. Stem maar. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. En de start is gevallen. We hebben Cativa Beat in de linkerbaan met een geweldige start. Maar in de rechterbaan is ook Southwind Raptor er goed bij. Dus Martin hier weer de vonken die er vanaf spatten. Ja, dat gaat weer geweldig op snelheid deze rit. Met aan de kop Cativa Beat, Southwind Raptor. Op het graf van de snede van de Westpool heeft het voordeel. En van de Westpool wint met Cativa Beat de tweede rit. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Startvalt en het wordt Lindsay's. Het wordt Lindsay's korte baan. Hier in het zand valt daar ook nog de galopade voor de tegenstander Cativa Beat. Ja. Geef hem maar een groot applaus. Ja, dames en heren, want Lindsay Pegram gaat zegevieren in haar eigen het zand. De plaats waar zij woont. De plaats waar zij woont.